vrijheid. Maar we hebben nu ook iemand die schrijft momenteel zijn proefschrift over opsporing en de juridische kant daarvan. Hij werkt ook bij Fox IT. Daar doet hij ook een groot deel van zijn onderzoek, maar hij is momenteel aan het promoveren aan de Universiteit Leiden. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jan-Jaap Oerlemans. Jan-Jaap, nou, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Je bent aan het promoveren, dat is altijd een hoop zwaar werk, een hoop uitzoeken. Maar ja, het is goed dat we mensen hebben die echt de tijd nemen om dingen uit te zoeken. Deze wetswijziging is natuurlijk kor op de molen van jouw onderzoek. Jij kijkt naar surveillance, hoe het allemaal gaat, juridisch. Om dit voorstel even te plaatsen in de tijd en de ruimte. Is dit nou in Nederland eigenlijk iets unieks wat hier gebeurt? En hoe verhoudt zich dat internationaal met hoe andere landen dit soort dingen regelen? Nou ja, dat op zich is wel interessant, want andere buurlanden hebben eigenlijk al vormen van hacken al toegelaten. Kijk, in Duitsland was in 2008 veel ophef over het gebruik van de Bundestrojaner. Dat is het plaatsen van het Trojaans paard voor surveillance-doeleinden. Dus misschien een Skype-gesprek af te luisteren of screenshots te maken van de computer van een verdachte. Dat werd gebruikt zonder dat daar een duidelijke wettelijke basis voor was. En het werd toen naar het gerechtshof gebracht en uiteindelijk hebben ze daar gezegd, dat mag alleen in levensbedreigende zaken en bij terrorismezaken. Dat hebben hoogste Duitse rechters toen gezegd. Ja. Daar zijn wel allemaal wetgevingstrajecten door overheen gekomen, want die willen toch ook meer mogelijk maken dan dat. Die behoefte hebben opsporingsinstanties voor goede redenen, denk ik ook wel. Ook de online doorzoeking, is daar ook mogelijk, ook voor die delicten. In het wetsvoorstel wordt ook aangegeven dat Frankrijk bijvoorbeeld ook het plaatsen van policeware toelaat. Dus niet alleen tappen, maar ook echt verstoren? Ja, dat gaat weer echt over tappen op de bron, dus op de computer zelf, in Frankrijk dan ook. In België is een vorm van een online doorzoeking ook, waar ze bij bijvoorbeeld hotmailaccounts van een Belgische verdachte mogen hacken om bewijs te verzamelen. Mm-hmm. En in Engeland is hacken ook toegestaan door, als ik het goed begrijp hoor, door opsporingsambtenaren, maar dan mag dat wat daarvan verkregen is, niet echt als bewijs worden gebruikt in een opsporingsonderzoek. Ja. Dus ja, er bestaan in het buitenland ook al veel hackbevoegdheden. En ook laatst Amerika, die Trojaans paard inzetten of policeware om gegevens te verzamelen uit de computer van een verdachte. Ja. Dus ja, het gebeurt in het buitenland ook veel. Neemt niet weg dat het wel heel verstrekkende bevoegdheid is waar heel goed over nagedacht moet worden. En ik denk dat het ook, daarom vind ik het goed dat dit georganiseerd wordt. Het is belangrijk dat we helder voor ogen hebben wat er allemaal mogelijk wordt gemaakt en hoe ver we hierin gaan. Ja, want wat is voor jou dan nog niet duidelijk hoe ver ze mogen gaan? Waar liggen de vaagheden? Nou, er zijn een hoop, eigenlijk op alle punten van het wetsvoorstel heb ik wel ideeën over. Kijk, ik vind wel, het wetsvoorstel heeft nu 87 pagina's toelichting, is beter toegelicht. Maar bijvoorbeeld, er is een vangnetartikel voor hacken dat als binnendringen niet bewezen kan worden, maar er worden gegevens overgenomen uit een niet-openbare bron, dan zou dat strafbaar zijn. Dat is best wel een heel brede bepaling. En de vraag is, is dat wel nodig? Zijn er geen andere delicten die eventueel van toepassing zijn? Okay. Als we het hebben over de filter die net voorkwam, dan gaat het over een takedown bevel. Nou, dan denken we aan misschien dat bij een online forum inderdaad een haatzaaiende uitspraak is geweest. En dat moet dan offline gehaald worden. Maar die bevoegdheid gaat zover dat de ontoegankelijkheidsmaking, zoals het heel mooi heet, ook aan een access provider kan worden opgelegd, zodat het een filter wordt. Ja. Dat is toch ook best wel verstrekkend. Ja. Als we kijken naar het ontsleutelbevel, vind ik zelf ook heel ver gaan, waar ik zelf denk ik de meeste moeite mee heb. Dan gaat het erom dat als je je harde schijf goed versleuteld hebt of bepaalde bestanden met TrueCrypt en je wordt verdacht van kinderpornografie of terrorisme, dan kan je uiteindelijk gedwongen worden om die gegevens toegankelijk te maken en aan de politie te geven. Nou, dan werk je dus potentieel mee aan je eigen veroordeling. Ja, wat is het dan meer? Dat is in strijd met echt een van de hoofdbeginselen in onze strafvordering. Je kan ook niet gedwongen worden om je kluissleutel af te geven zodat ze erin komen. Dan moeten ze met gasbranders aan de slag om erin te komen. Nou, okay. Waarom is dat anders bij je wachtwoord of de sleutel eigenlijk? Om encryptie ongedaan te maken. Ja. Dus daar heb ik heel veel moeite mee. En ook als je het rapport van Koopsgoed leest, dan staat er ook van, dat kan echt alleen in hele beperkte gevallen. Eigenlijk denken opsporingsinstanties zelf dat ze het weinig zullen gebruiken. En zijn ze niet eens zo heel erg blij mee.
Nee? Nou ja, in ieder geval ze zeggen dat ze denken dat heel, niet, heel weinig bruikbaar is in heel weinig zaken. Ja. En Koop zegt, ja, je kan alleen iemand dwingen om het te ontsleutelen als er heel duidelijke aanwijzingen zijn dat de kinderporno daarin staat. En dat kan na een internettap bijvoorbeeld zijn. Opstelde zegt, nou, wij gaan dat mogelijk maken bij kinderpornografie. Hij neemt een stap te ver misschien wel, waardoor de vraag is of de regeling die er nu is, wel door de beugel kan. Okay, ja. Maar hoe gaat dat praktisch dan? Want stel, ik zit thuis en de politie komt bij me langs. Ja, meneer Van het Hof, we hebben iets gevonden op uw computer, of tenminste, we denken dat u hele nare dingen. U moet uw wachtwoord geven. Ik zeg, doe het lekker niet. Ja. Ja. Wat dan? Nee, ja, nou ja, dat stond op nu.nl en de Robert M. zaak, hij gebruikte ook van versleuteling, veel van versleuteling gebruikers, technisch was hij zeer vaardig. Uiteindelijk heeft hij tijdens verhoren, is een beetje onder druk gezet, heeft hij uiteindelijk zijn sleutel afgegeven en heeft hij vrijwillig meegewerkt aan, aan het opsporingsonderzoek. Mm-hmm. En zo konden ze erbij. Maar medeverdachtes van in die Robert M. zaak, Matthijs van de M. bijvoorbeeld, die gaf niet zijn sleutel af. Nou, en dan gaat het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, gaat dan kijken of ze er toch in kunnen komen en daarachter kunnen komen. Ja. Hij heeft dat uiteindelijk niet afgegeven en bepaalde bestanden zijn niet ontsleuteld. Ja. Toen heeft de rechter gezegd, nou, gezien het feit dat er op de computers wel andere, wel kinderporno staat, maar daar we niet bij kunnen, neem ik het feit dat je niet het ontsleutelt, zie ik als, ga ik strafverzwaring als sanctie. Ik krijg gewoon extra straf. Ja, dus er is ook wel een sanctie op het moment dat je het niet ontsleutelt. Maar er moet er wel bewezen zijn dat je het daadwerkelijk wel op je computer hebt, in andere gevallen. Ja. Even terug naar die internationale context. Mm-hmm. We gaan iets als Nederland doen. Waarom hebben we dat internationaal niet goed geregeld? Ja, nou, ik denk dat landen gewoon heel erg gebrand zijn om opsporing zelf te regelen. Ze zien dat als een je hebt territoriale soevereiniteit, heet dat. En staten bepalen onder welke voorwaarden inbreuk gemaakt worden in de persoonlijke vrijheid van hun burgers. En dat betekent dat ze strafvordering zelf regelen. En alleen al binnen de EU vind ik het interessant. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel lidstaten, maar een hoop lidstaten, allemaal met hun eigen wetboek van strafvordering. Ja. En we kunnen heel moeilijk overeenstemming krijgen. Nou, onder die voorwaarden mag je dit doen als politie. En je ziet het aan cybercrime specifiek. Er was een richtlijn gekomen vanuit Europa die cybercrime beter zou moeten aanpakken. En er worden ook botnets in genoemd. Nou, groot probleem, we moeten hier wat aan doen. Mm-hmm. Nou, waar komen ze mee? We gaan hacken strafbaar stellen. We gaan denial of service aanvallen strafbaar stellen. En nou, nog een paar delicten. Ja. Maar er wordt niets geregeld over rechtshulp of over het grensoverschrijdend verzamelen van bewijs. Okay, dus daar ligt wel echt een probleem. Binnen de EU kunnen we daar zelfs geen overeenstemming bereiken. Nou, laat staan, wereldwijd. Ja. Wat stelt het voorstel zoals het er ligt gaat door? Krijgen we er dan gedonden mee? En wie neemt dan actie? Ik sta wel zelf iets genuanceerder in het wetsvoorstel. Kijk, het moet langs wel een soort toetsingscommissie, het college van procureur-generaal. En dat is dan een traject die je moet doorlopen, die nu ook alleen voor infiltratie geldt. En ik heb van een paar jaar geleden een rapport gelezen en daar bleek dat infiltratie maar een handjevol keren per jaar wordt ingezet. Ja. Dus de vraag is, kijk, de politie gaat niet op loshekken en zijn gang. Wel is wat mij betreft ook onduidelijk, wat mogen ze nou precies hacken en wat niet? Er staat in, je mag een smartphone hacken en een GPS-signaal aanzetten. Je mag een botnet hacken. Je mag geautomatiseerde werken. Ja, ontzettend breed. Nou ja, waar ligt dan echt het probleem? Nou, stel, we hebben een verdachte met een Gmail-adres en we willen bewijs verzamelen. En we gaan zijn account hacken om daarin te kijken. Maar het is een Braziliaanse verdachte. Dan passen wij dus eigenlijk Nederlands recht toe op een Braziliaan die ervan uitgaat dat zijn grondrechten alleen geschend worden onder Braziliaans recht. Nou, en andersom, hè, onder het reciprociteitsprincipe of wederkerigheidsprincipe, kunnen staten dat ook bij Nederland doen. Inderdaad, misschien onder andere misdrijven en onder andere voorwaarden. Ja. En wij weten niet goed wanneer dat dan mag en niet mag. Dus er is een voorzienbaarheidsprobleem, denk ik. Nou, goed voorbeeld, want Rousseff, hè, die minister-president van Brazilië, die is natuurlijk totally pissed met die NSA-affaire. Dus als wij dat soort dingen gaan doen, dan wordt ook op matje geroepen bij haar. Het kan tot diplomatieke spanningen leiden. Ja. En dat is ook wel interessant, want als het gebeurt binnen strafproces, is het wel de vraag of het echt de inbreuk op soevereiniteit zelf, dat betekent niet dat bewijs wordt uitgesloten in een opsporingsonderzoek of dat soort dingen. Dus je moet veel meer rekening houden met de internationale spanningen. Maar gelukkig is er wel die commissie die de bevoegdheid daarvan toetst en hopelijk ook op dat soort aspecten legt. Okay. En andersom, want als die Duitsers dan zitten van ja, dat is zo'n gedoe, mag allemaal niet. Weet je wat voor vragen die Nederlanders ook? Jij niet even kijken. Verwacht je dat?
Of werkt dat niet zo? Dat zij de bevoegdheid niet hebben en aan Nederland zouden vragen om dat toe te passen. Ja, die grote die niet. Nou, de mogelijkheid bestaat. Ik weet het niet. Ja, ik, dat kan zijn natuurlijk. Een schandaaltje dan maken. Je schreef je proefschrift over dit onderwerp. Kom eigenlijk wel goed uit, hè, zo'n wetswijziging. Ja, nou ja, goed. In 2009 werd er over gepraat. Was er wel een wenselijkheid om een online onderzoeking mogelijk te maken. Dus het komt niet aan mij uit de lucht vallen. Ik ben er ook al een paar jaar nu mee bezig. Het is ook een van de dingen die misschien aangepast moet worden. Kijk, het probleem is dat opsporingsinstanties zien dat de wereld verandert. Het digitaliseert. Hè, waar ze eerst alle telefoons konden tappen. Moeiteloos en naar bewijs uit te kunnen krijgen. Nou, het was fantastisch, maar toen kwam internet en telefonie via internet. Ja. Nou, nu kan telefonie via internet goed afgetapt worden en kan er een tap geplaatst worden bij een internetprovider. Maar alles wat versleuteld is, is dan niet zichtbaar. Mensen gebruiken internet op hele verschillende manieren. Misschien hier zitten ze nu te internetten. Maar als er een tap staat op hun verbinding thuis, dan komt niks mee. Nee. Dus politieinstanties die hebben problemen. En die gaan op zoek naar alternatieve methoden om bewijs te kunnen verzamelen. Ja. En voor hun is hacken een manier om dat te kunnen doen. Maar het is wel een hele verstrekkende, redelijk extreme manier daarvoor. Okay. Ja. Zoals het soms wel eens werkt in de politiek met uitgebreide wetsvoorstellen, dan denken ze, nou weet je wat, we doen er van tevoren wat wisselgeld in. Dan, als het echt heel moeilijk wordt, dan kunnen we iets toegeven dat we zeggen, nou oké, dat doen we dan niet. Dan uitruilen en dan kunnen we alsnog door. Stel jij bent minister Opstelten. Welk punt uit het wetsvoorstel zou jij denken van, nou dat is lekker radicaal, maar als ik iets moet laten varen, dan dat wel. Welke zou je nemen? Ik denk twee. Ik zou het ontsleutelbevel laten varen. Want zeker, het wordt eigenlijk ook gezien als alternatieve bevoegdheden. Als je malware kan installeren om een online doorzoeking te doen en misschien een sleutel wachtwoorden af te vangen. Nou, waarom moet je dan ook nog een ontsleutelbevel hebben? Ja. En ten tweede, wat ik heel ver vind gaan, is toch ook het ontoegankelijk maken van gegevens in het buitenland nadat gehackt is. En dat is echt controversieel en dat brengt problemen met zich mee, internationaal gezien. Ja. Maar ja, ook zelfs na 3 jaar, ik ben ook niet precies overuit wat verbeterd zou moeten worden of wat niet. Het is heel complex. Ja. Je bent er ook voorlopig nog wel even mee bezig. Ja, helaas wel. Astrid, een echte jurist. Nou ja, vraag. Ik ben wel benieuwd inderdaad hoe jij naar deze wet kijkt, want je bent nu al 3 jaar. Het kijkt daarnaar en wij gaan er straks in de Kamer iets van vinden. Hoe toekomstbestendig is deze wet? Daar hou ik me namelijk zelf heel erg mee bezig. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Nou ja, kijk, zo'n bevoegdheid wordt technologisch neutraal geformuleerd. En het probleem daarmee is ook wel eigenlijk dat het heel breed is. Want we hadden het al gezegd, een geautomatiseerd werk. Vandaag wordt bekend dat misschien een router werd gehackt om daar een IP-adres uit te krijgen. Dat is ook een geautomatiseerd werk. Zijn er straks ook smart meters? Wat ik interessant vind, kan de politie straks in een achtervolging met een auto die in verbinding staat met internet, via internet inbreken op de auto en misschien die auto stilzetten? Ja, ik weet het niet, maar dat zijn op zich, als een rechter naar kijkt, kijken ze ook naar de toelichting en naar de wetsgeschiedenis. En daarom ligt ook voor parlementsleden daar belangrijke punten. Die moeten vragen, doorvragen. Nou, waar zit het nou precies op? Ik vraag me heel erg af. Het wetsvoorstel richt zich vooral op botnets en Tor. En eigenlijk naar aanleiding van Bredolab en het onderzoek Descartes waarbij werd gehackt. Maar in hoeverre ziet het nou ook op de online accounts van iemand die wij in ons dagelijks leven gebruiken? Op Google Drive, op SkyDrive, op webmail, op online fora. Dus ik denk dat er meer duidelijkheid over die reikwijdte van die wetgeving zou moeten komen. En dat het daarmee misschien iets duidelijker wordt. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, als je er nog dieper op in wil gaan, volgende week heeft hij een hele dag, geeft hij een soort cursus van heel diepgaande over deze wetswijziging. Dan ben je ook bij hem welkom. Maar goed, ik ben geen jurist. Dus. Maar goed. Hey, hartelijk dank dat je erbij was. Ja. Dames en heren, Jan-Jaap Oelemans. Goed. Tot zover de eerste held. We hebben straks pauze natuurlijk.